Wat leuk! Een badkuub. Met Maria. Dus feitelijk kunnen ze mensen duipen doorin. Ik moest hem wel weer even horizontaal zetten, denk ik. Maar dat water is dan geheid. Goedemorgen! Wat is dat? Zullen we maar gewoon dan? Ja, nee, waarom? Ja, dit is pas hé. Ja, maar Hoe staat de auto? Hé, hey, kom maar kijken. Ja, dat wil ik maar zien. Heb je hem laten wassen of heb je hem zelf gewassen? De auto. Nou. Kom stijten. Goed, dat bij jou. Ja, ja. Dat hebben die heren hier. Wie had dat geer? Dat de heestijd. Waarom? Ja, omdat hij er altijd gaat te doen is. Hij is altijd gaat te doen? Ja, altijd. Had dat iets met oog te maken? Nou, weet je, ik zal er wel aanleiding toch geven, denk ik. Ja, want hij staat ook een mazelbank, hè? Ja, daar maken we zeer veel gebruik van. Je ziet wel aan de wazeleer? Nee. Nee? Ik ben de kunstenaar. Kijk. En ja. Dat hadden we eigenlijk al min of meer in de smiezen. Ja, hoor. Want dat zijn de raarste, mafste creaties die we hier zien. Ja. Het kind bij ook niet gek genoeg zien, volgens mij. Nee, het kind inderdaad niet gek. Welke overtuigde noedlef wil je hebben? Of... Nou, Geer. Want als je het programma kent, onderweg, ja, dan weet je dat we... Ja. Dat we gek zien op verhalen, hè? Ja, dan kijk je dan door de venster, toch? Ja, dat hoeft er nou niet. Dat hoeft er nou niet. Nee. Wat is het verhaal van Maria? Waarom stiet Maria in een badkuur? Ja, dat zou ik zeggen, dat is groot nodig tegenwoordig. Is dat zo? Want we mogen niet discrimineren. Ja? Ja, ja. En daarom heb ik dat zo gemaakt. Ik heb die donkere... heen zijn toon gesteld. Maar wat heeft dat met discriminatie te maken? Ja, dat wordt toch gediscrimineerd onder het volk. Hè? Absoluut. Ja, nou. Dat gebeurt hier niet. Dat gebeurt hier niet? Nee, die trekken aandacht. Dus, mensen onrein, dat hoort zich niet dat die liggen te vechten. Oké, okay. En daarom heb je eigenlijk Maria... Onze lieve vrouwen. Ja, je ziet er niet te veel, maar ja, goed. Oké, dus en hij dan? Ja, dat is gewoon alles wat in de schrotbak zit. Want ik maak van grij wat wegwerp artikelen, daar werk ik met. Wat nemen ze maar wil, wat nemen ze maar nodigheid. En leef zo ooit mogelijk, ook dat nog. Heeft dat nog een bepaalde symboliek? Ja, van de boven te horen. Oh, dus je ziet voorbereid? Ja, oké. Okay. Ja, dus die stond niet voor niks dik bij elkaar. Go kijken. En... Ja. Ja. Hé, hey, daar. Ja, dat is toch van de harmonie of de fanfare, zo'n ding? Nee. Niet? Oh. Nee. Dat is oudheid. Oudheid? Ja. Oké. Okay. Vertel het even wie het zit. Ja, Geer. Dit is een ploegschaar. Ja. Van zoveel jaar truc. Wat achter de tractor hing altijd, zo. Ja, nee, die gewoon een houten grengel, zal ik iets zeggen. Het geraamte van een ploeg. Ja. En er wordt... Dit schaar wordt erop gemonteerd. Oké. Okay. En dan dat puntje, dat stond een beetje kromp naar onder. Dat klopt. Dat kan ik me nog herinneren. Ja. En dan wordt er met... dat wordt getrokken
door honden. Of die ploeg. Deze vroegere ploegen met huntervuur? Ja, met huntervuur. Net zo goed als het een arreslee in de bergen. Daar zitten 12 of zoveel huntervuren. Ja. Te trekken, trekkracht. En dat is ook met andere ossen en dergelijke. Ja, ja. Ik kan me nog wel herinneren dat ze vroeger de hondenkerhuis worden op. Ja. Maar dat ze met hun ook deden ploegen. Ja. Deed dat hij in deze contraille ook? Nee. Nee, dat kan wel. Dus dat heb ik allemaal. Dat loog op een aanhanger, dat ging naar de schrot. En toen heb ik dat eraf gezegd tegen de man dat hij dat op de aanhanger liggen. Zeg maar dat ze met dat ink. Ja, moest het hebben? Ja, ik zeg, dat wil ik wel. Zussen doen het in, ja, ik zeg, dat zie ik. Maar is dat zo? Ja, en dan ging het, dan trocht hij dat, dan ging het door de grond, een klein vuurtje. Ja. En dan kon ze natuurlijk het poortgoed inleggen, en zout. Voor dit mooie stempel, die toen leefde. Dus die moest ook goed op een plank komen. Die plank die stond nog aan de buim, dus die worden nog niet gezet. En daarom noem je dit oudheid? Dit is van vroeger. Dat is van vroeger. Hetzelfde, wacht. Ja, wacht even. Eén vreugdje nog. Wie ziet je aan het hondje gekomen? Ja, dat zou ik houden. Ik dacht, maak er het van en dan ben ik het symbolisch een helm. Ah, een haan. Trekken. Ja. Trekken. Wat de peert vroeger. Peert hij. Peert hij had een haan aan. Dus dat moet dan getrokken worden. En dan symbolisch heb ik dat hondje erop gezet. Omdat het ook trekken. Ja, zeker. De hondenslee wordt door honden getrokken. Maar dat was dat ook. Dat is een kippig hondje. Ik vind hem kei leuk. Heel de uitstraling. Maar waar heb je hem opgeduikeld dan? Waar komt hij? Ja, dat heb ik al bij een kruier. In de schrot. Alles uit de schrot gehaald. Alles. Nou, ik heb de verte voor 14 dagen druk. Ja. Nou, het loopt zo zeggen. Wacht. Wat je moet regelen, binnenkomen. Ja, ik loop wel. Ja. Maar. Hij kende het makkelijk elegant zelf. Voorzichtig. Oh, kijk. Heb je gezien, Mitch? Ja. Ja, een aantal wijsheden die we. Ja? Ja. Hoeveel tijd hebben we? Tijd staat. Ja. Joh. Dus kan ik je wel wat vertellen? Ja, want ik vind het. Oh, nou lopen we langs een aantal en die. Ik snap dat je verder wilt, maar ik de lamp, vind ik. Tenminste, is het een lamp? Met die gewei op. Ja, kijk nou toch, was er van. Sorry, Mitch, maar we moeten toch even terug. Ik heb het volgende. Ja, maar ik vind het zo leuk. Oh, kijk. Wat even terug zetten? Nee. Want dat is de mevrouw die doet poetsen. Ja, die kennen er alleen. Maar nou kunnen we het ook moeier uit, hè? Ja. Het zijn allemaal natuurproducten. Hè? Hoe bestaat. Dat zijn vier plankjes tegenaan. Daarop staat een hazelheer. Die heeft gezongen daar. Die heb je gans fijn kou gemaakt. Oh, ja. Dat heb ik erin gemaakt. Dus dat is ook een natuurproduct. Nou, dat ijzer, dat is vanzelf een natuurproduct. Hè? CD binnengronk. En dat wordt gedolven. En ja. Dan, de hertige wei. Dat vind ik zo leuk, hè. De hertige wei. Die heb ik op een kop gezet, hè. Ja. En dan zien het vogeltjes. Daar hebben ze door twee geiten in geboord. Weet je wel, dat zijn de uisjes. Ik heb keuze moeten maken tussen de menke en de wiefke. Dus de menke heb ik een koperhutje op gemaakt. En het wiefje heb ik een ijzerhutje opgezet. Geweldig. Daar heb ik onder een plekje op. En die hebben zich samen vast. Ja, in elkaar verstrengeld. Ja. En dan zit er onderop natuurlijke liefde. Dit is de ondergang van een expansievaart. Van de verwarming. Geweldig.
Kijk, snap ze nou? Enig. Ja, snap ze nou wat het hele gebeuren? Ja, ik vind dat, oh, ik vind dat zo leuk wat je met dat gewei gedaan hebt. Ja, dan gaan we weer. Ja, we gaan weer. Go. We gaan weer. Hey, dat ben ik allemaal uit de hand. Ik heb geen machines. Niks. Ik heb niks dan een hamer en een schierke. Dat is allemaal geklopt? Ja. En dat ben ik nou gaan doen. Dan heb ik geluk. Dat is dat nou net. Je ziet nou aan een kunstwerk. Ja, dat ben ik nou aan het doen.